Ja, en dan gaan we het nu hebben over een bijzondere man. Een week geleden is volkszanger Fons Platenkamp overleden in zijn woonplaats Marbella. Helaas is hij overleden veel te vroeg aan de ziekte ALS. En ik praat met hem over hem met Alvi Kroeze. Jij bent 20 jaar lang zijn collega en ook vriend geweest. Ja, beide. Ja. Een innige relatie met elkaar, wij twee. Ja. Ja, hoe kwam dat zo dat jullie elkaar ontmoet hebben? Hoe is hij op jouw pad gekomen? Hij heeft mij toen een keer geschouwd bij een gala, bij een carnavalsgala. En sindsdien zijn we samen gaan werken in het programma Een Rondje Twents. Met Gijt Doet Klooster onder andere en Mans en Graas. Allemaal cabaretiers uit de regio Twente. Heel muzikaal mens. Ja, muzikaal voornamelijk mens. Zanger. Voornamelijk zanger, ja. Volksdichter, zanger, dat was hij hoofdzakelijk. Ja. Ja. Altijd in het dialect? Altijd in het dialect. Dat was zijn sterke kant. En een troubadour die heel sterk was in het schrijven van liedjes. Waarom was hij jouw vriend? Hij was bijzonder. In die zin, hij raakte mensen, inspireerde mensen. Hij wist goed dingen netjes te brengen en was een gemeenschappelijke deler. Wat hij had, deelde hij altijd in alles, in kennis. En hij heeft mij het vak geleerd in theaters en in grotere zalen. En een mentor voor mij, min of meer. Ja. Hij heeft een stukje begeleid in mijn levenspad, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Ja. En nou is hij er niet meer en eigenlijk ook nog maar heel kort niet meer, hè? Ja, donderdag is hij overleden voor ons. En vrijdag kregen wij het te horen. Ja, dat komt wel even binnen, ja. Dat kan ik je verzekeren. Een paar dagen goed kapot van geweest. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Mm-hmm. Dus dat blijft maar malen eigenlijk, ja. Het is ook heel snel gegaan. Heel snel, ja. Half jaar ongeveer, ja. Echt een jongen uit de streek, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij komt hier vandaan geboren en getogen. Fons was bijzonder. En in die zin wat bijzonder maakt wat Benny Jolink was voor normaal in het rock gebeuren. En die maakt het dialect bekend in het rock. Dat was Fons. In het volkse. En hij werd vaak gedraaid bij de Tros en echt overal. En hij wist de mensen te raken met zijn Twentse liedjes en was mijn vaste tekstschrijver. Hij heeft heel veel teksten voor mij geschreven. En, en alleen dan hier in de buurt of gingen jullie ook echt stad en land af? We gingen stad en land af. We hebben gezeten in een theatertour tot Utrecht aan toe. Onze tour ging altijd door Gelderland, Overijssel, Drenthe en een stukje Groningen. Dat was onze rit waar we ongeveer optraden. En ook buiten de landsgrenzen, toch? Ja, Fons. We hebben een muziekreis georganiseerd naar Oostenrijk toe. Toen in de tijd nog met Tat Travel Arken. Maar bussen vol gingen we dan naar Oostenrijk toe. Om daar een heel weekend lang feest te vieren, laat ik zo zeggen, met de mensen. Ja. Misschien een moeilijke vraag, maar wat is de mooiste herinnering die je aan hem hebt? Oei. Ja, ik denk die gulden lach. Dat is wel wat hij is. En de laatste herinnering wat hij... Tot mij zei, dat was in maart, was ik bij hem. En toen zei hij dat Dorothy had de plaat Martijntje gedraaid. En Dorothy had gezegd van, dat is het mooiste Twentse liedje ooit opgenomen. Nou, daar was hij helemaal trots op. En waarop, hoe hij dat zei op die manier, ik denk, ja, dat is Fons. Hij kon altijd liedjes brengen, maken, die mensen enorm inspireren. En dat was hij, een inspirator. Aanstaande zondag, dan is de uitvaart. Zondag is de... controleren en maandag is de crematie. Ja, want hij is wel gewoon weer thuis in Borne-Broek. Hij is niet in Marbella gebleven. Hij komt vandaag thuis. Okay. Ja, Fons komt vandaag weer op Twentse bodem. Okay. Ja. Alvi, jij mag alvast naar je plek lopen, want je gaat een lied voor hem zingen. Ja. Een lied van hem ook. Ja. Mag je alvast die kant op gaan? Ga ik het aankondigen? Ja, Alvi, dus goede vriend van Fons, die gaat nu het nummer Martijntje zingen. Een hommage aan een vriend. Zie dat nu nog eens lief, 50 centimeter groot. De weeg met gedien, lik zo wel een boot. Alleen kupke kuzee, het kik al wat stoer. Het is net een muskeret ouwe, ne melzak en loert. Martijntje, Martijntje, wat ben je toch nog klein? Kleine henkes, kleine veurtjes en wangs, huilen zonder eind. Martijntje, Martijntje, wees nu maar tevreden. Hoe lang zult het nog doen, dat je mij elken kunt wen. Ik had eigenlijk alles,
twee dochters, een vrouw. Men ook nog zo'n kelken, de treunen kom gauw. Niet huwen kelke dat, kan uw vaar zo slecht hem. Maar aan het eind is God zoals het heet. Martijntje, Martijntje, wat ben je toch nog klein? Klein enkes, kleine veurtjes en mangs huwen zonder eind. Martijntje, Martijntje, wees nu maar tevreden. Hoe lang zult het nog doen dat je mijn kelken kunt ben? Nu heb ik alles compleet, de ketting is kloor. Met lijf en de wereld dreigt ook veel gevoor. Zwak zijn skal maakt uit, hoe staat de kennis? Maar samen met mekaar komt wie een eind, dat is wis. Martijntje, Martijntje, wat wil wel toch klein? Klein enkes, kleine veurtjes en mans huwen zonder eind. Martijntje, Martijntje, wees nu maar tevreden. Hoe lang zult het nog doen dat je mijn kelken kunt ven? Martijntje, Martijntje, wees nu maar tevreden. Klein enkes, kleine veurtjes en mans huwen zonder eind. Martijntje, Martijntje, wees nu maar tevreden. Hoe lang zult het nog doen dat je mijn kelken kunt ven? Martijntje, Martijntje, wat ben je toch nog klein? Klein enkes, kleine veurtjes en mangs huwen zonder eind. Ja, het nummer Martijntje, gezongen dus door Alwie Kroese van Fons Platenkamp. Een mooi eerbetoon.